Dit is een ons wol. En deze draad wist Jan Zandbelt van die bol te maken. Hij is net iets langer dan een kilometer. Op het WK in Nieuw-Zeeland won de zwijndrechtenaar er de wereldtitel mee. Je bent even bezig, maar dan heb je ook wat. Hoe lang bent u nou met het winnende bolletje bezig geweest? Ongeveer een half jaar. En dat zijn elke dag dan een uur spinnen. Alle deelnemers spinnen thuis en sturen de draad op naar Nieuw-Zeeland. Aan de hand van het gewicht wordt gecontroleerd of er niet wordt vals gespeeld. De concurrentie zocht bij Zandbelt naar zijn geheim. Een geheim dat voor die concurrentie veel dichterbij is eigenlijk dan voor Zandbelt zelf. Ja, ik kreeg een mailtje vanuit Nieuw-Zeeland om 100 gram wol op te sturen, zodanig dat ze mijn record konden verbeteren. Heb ik teruggemaild, sorry, maar de wol waarmee ik spin of gesponnen heb, die komt uit Nieuw-Zeeland vandaan. Een oude wijvenhobby is het volgens Zandbelt allerminst. En over populariteit heeft het spinnen niet te klagen. Tegenwoordig vinden er veel nieuwe spingroepen worden er opgericht. Veel breiclubs. Iedereen maakt tegenwoordig bijna weer zijn eigen kleding. Dat is de huidige tendens. Zandbelt stopt er nu mee. Na 3 wereldtitels is het voor hem genoeg.